De oranje koorts leek dit jaar wel een klein weekje te vroeg in Asten. Voor ons is het een beetje koninginnedag. Ja, ja, kijk maar, het is allemaal geschminkt. Hè? Ja. Ik doe altijd hoeden dragen in Asten, dus ik ben de hoedenmevrouw van Asten. Deze heeft u speciaal voor deze gelegenheid gemaakt? Bewaard voor de koningin. De komst van de koningin naar Asten bracht enkele honderden mensen op de been. Rond 10 uur kwam de majesteit aan bij het vernieuwde museum. Nadat ze welkom was geheten door de burgemeester en de commissaris van de koningin, kreeg ze een uitgebreide rondleiding in het museum. Was de koningin onder de indruk? Ja, ik had het idee van wel. Je zag ook duidelijk dat ze hier en daar eventjes extra bleef staan om te kijken. Ze zet natuurlijk ook een traditie voort. Door het feit dat zij als meisje, als prinses Beatrix in 1951 met haar moeder koningin Juliana en dat haar vader in 1975 het museum geopend heeft, dat is juist datgene waar zij heel veel oog voor heeft. Nu was het dus de beurt aan koningin Beatrix. Met het luiden van haar eigen klok werd het museum officieel geopend. Vanwege de Haagse perikelen was het even spannend of de koningin wel naar Asten zou komen. En gistermiddag kregen ze bij het museum het verlossende telefoontje. Dat is natuurlijk toch heel bijzonder dat het programma doorgaat en dat men ook het bezoek aan Asten, dat heeft men ook hele grote prioriteit, wil ik even. In het museum komen twee werelden bij elkaar. Die van de klokken en die van de geschiedenis van de peel. Hier kunnen gezinnen met kinderen of ook senioren met een kleinkinderen, die kunnen hier gewoon een dagprogramma vullen. Maar de koningin hield het dit keer bij een ochtend. Rond 11:30 vertrok ze weer richting huis. En volgende week doen ze in Asten Koninginnedag nog gewoon een keertje over. Zo meteen wel zwaaien, hè? Ja. En hopen dat ze terug zwaait. Ja.